Goedenavond. U kijkt of luistert naar Grolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door Gerard Groot en mij, Ronnie Spemmel. Met als gasten vandaag wethouder Mario Immink en Rudolf Keizer, niet vergeten, over het afgelopen week gepresenteerde e-health-platform van de regio Hart van Brabant. En wat het inhoudt, hoort u straks natuurlijk. Daarnaast nog Hilde Gersjes, manager pleegzorg bij Sterkhuis en ervaringsdeskundige Kees van Bohemen naast mij over de onvrede onder de pleegouders en... Er zitten hier al een heleboel. Een zevental raadsleden straks allemaal over de ontwikkeling van de nieuwste Goorlense woonwijk, de Bakentand. Het aangekondigde item over de eikenprocessierups is wegens afwezigheid van wethouder Zwaan verschoven naar een latere uitzending. Geen nieuws nu meteen, Gerard, want we beginnen met wethouder Immink, omdat zij zo meteen weg moet. Ja. Dus beginnen we ook meteen over Evi. En wat is dat? Of wie is dat? Want ik moet eerlijk bekennen, ik had er tot nu nog niet van gehoord. Maar dat blijkt een e-health platform te zijn voor de regio. Met online zelfhulptrainingen voor iedereen binnen de gemeente Tilburg en Goorle. Bij lichte psychische klachten kun je zelf aan de slag met Evi. Als je moeite hebt om te slapen of te ontspannen. Als je piekert. Als je gezonder wilt gaan leven of eten. Als je fluitend naar je werk wilt. Als je aan de slag wilt. Evi kan je helpen. Zegt deze website. Belooft veel, hè? Ja, dus vandaar dat mijn eerste vraag is. Wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen? En waarom doet de gemeente Goorle daar aan mee? En waarschijnlijk lopen die twee in elkaar over. Ja, die twee lopen zeker in elkaar over. En volgens mij heb jij een uitstekende samenvatting gegeven wat Evi is en wat het doet. Dus daar heb ik eigenlijk geen toevoeging meer over. Maar de basis is, ik denk dat bijna elke bestuurder dat heeft en dat elke huisarts en elke huisartsenpraktijk dat ook heeft, is vanuit mezelf sprekend als wethouder, maar ook als mens, vind ik het gewoon heel belangrijk dat inwoners gelukkig en gezond zijn. Dat is de basis. En dat klinkt heel makkelijk, dat is ook heel makkelijk gezegd, want we weten met z'n allen heel goed dat het leven niet altijd zo makkelijk is. En dat je soms vragen hebt, een beetje extra hulp nodig hebt, richting nodig hebt of informatie nodig hebt. En Evi is nou echt een technologisch instrument, zeg maar, die je daarbij kan helpen. Want iedereen kent wel iemand die of lichte psychische klachten heeft. En soms stel je zelf wel eens de vraag hoe dat je beter met stress kunt omgaan. En dan denk je daarbij niet meteen aan professionele hulpverlening. En dat is de preventieve kant. Die zo belangrijk is bij Evi. Want met Evi, dat heb je net al zelf aangegeven, is het mogelijk om aan de slag te gaan wanneer je problemen hebt met concentratie, dat je beter wil slapen, dat je angsten hebt, dat je piekert, dat je stress ervaart, dat je gezonder wil leven, dat je beter wil eten, dat je een sociaal netwerk wil opbouwen, of dat je bijvoorbeeld iets wil doen aan rouwverwerking. Dat zijn mogelijkheden die Evi heeft. Het is een online platform, hè? Het is een platform. Het is met allerlei modules. En het mooie aan Evi is... Het is op zich niet nieuw, hè? Want Evi, en dan kun jij misschien daar iets meer over vertellen... is tot op heden alleen maar gebruikt voor professionele hulpverleners... met hun eigen cliënten. En volgens mij heb ik getallen gelezen en gehoord. Dan moet je denken aan getallen van rond de 145 professionele hulpverleners... in de regio die daarmee werken. Maken zij er gebruik van? Ja, die maken of er samen... Of geven zij antwoorden? Ja, en dan kom ik misschien meteen over de inhoud. Ja, precies. Ja. Als jij dat daar antwoord op geeft. En 6000 cliënten zo'n beetje die al gebruik maken. Maar het vernieuwende is dat Evi nu voor iedereen is. En het mooie daarvan is, je kunt het anoniem doen. Iedereen kan het doen. Alle inwoners van Goorle en Tilburg kunnen het doen. Je kunt het anoniem doen op je eigen tijd, op je eigen tempo, in je eigen vertrouwde omgeving. Kun je ermee aan de slag gaan. En het is gratis. Het is gratis. Het is echt heel laagdrempelig. Ik merk wat je hebt aangegeven, wat je zelf al een beetje hebt zitten googlen op de mogelijkheden die er zijn. En het is gebruiksvriendelijk en het is veilig. En dat is ook heel belangrijk. Je moet er wel, als je gewoon daarmee aan de slag gaat, zeker weten dat het vertrouwd en veilig is. En dat is het allerbelangrijkste, hè? Dat je dat alle inwoners met Evi zeg maar hand in hand als het ware kunnen werken aan een gezonder leven. Dan ben ik toch eigenlijk wel heel benieuwd hoe het precies werkt. Is het een soort cursus? Als je moet inloggen, heb ik al gezien, kom je op een bepaald onderwerp terecht. Hoe werkt het precies? Het is van alles wat. Ik zal proberen het uit te leggen.
Wat de wet ook aangeeft, we hebben als professionals maken we al heel lang gebruik van, of heel lang, al een aantal jaar gebruik van digitale toepassingen. Digitaal huiswerk eigenlijk. En in dat digitale huiswerk zit een stukje uitleg, zoals op thuisarts.nl, een landelijk wel bekende website is. Psycho-educatie noemen we dat, waarin je leert, bijvoorbeeld bij een burn-out, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat kom ik dan tegen? Welke symptomen heb ik daarmee? Dat ondersteunt al heel lang de behandelingen en behandelcontacten die je kunt hebben. En omdat het digitaal is, heb je voor jezelf een instrument wat je ook later nog terug kunt vinden. Op het moment dat je denkt, van, nou, het gaat me een paar jaar goed, maar ik heb toch het gevoel dat ik weer in een oude valkuil trap. Dat is het fijne van zo'n digitaal instrument, dat het van jezelf is. Het is alleen jammer, het was altijd heel jammer, tot voor kort, dat je eerst naar een professional toe moest voordat je met dat soort zaken aan de slag kon. Terwijl heel veel van de hulp die je daarin kunt vinden, die kun je echt zelf. En dat is ook mooi het preventieve ervan. Ook bij lichtere klachten hoef je niet te wachten tot je naar een dokter of naar een psycholoog gaat. Je kunt alvast zelf aan de slag. In de hoop dat dat ook voldoende is. In het aanbod, wat online te vinden is, zitten er nu 3 of 24 verschillende onderwerpen zitten er nu in. Daar krijg je een stukje uitleg voor hoe je je problemen zelf in kaart kunt brengen. Hoe je met een hulpverlener makkelijker kunt praten. Maar ook korte cursussen, modules zoals het dan heet. Die bijvoorbeeld bij beter slapen in een aantal hoofdstukken of een aantal stappen jezelf als het ware aan het werk zetten om voor jezelf te bepalen wat werkt voor mij het best. Wanneer leer ik beter slapen en wanneer kan ik beter leren ontspannen bijvoorbeeld. Dus er zit verschillend aanbod in, maar datgene waar de toppers, zeg maar, degene die het meest bezocht worden, het gaat inderdaad over beter slapen, leren ontspannen, je problemen in kaart brengen. Maar ook een netwerkversterking. Hoe ziet mijn leefomgeving eruit? Heb ik een goede relatie met mijn huurbaas? Heb ik goede vrienden, buren om me heen? Heb ik zingeving? Heb ik werk? Waar ben ik op welke leeftijd mee? Ben ik ontevreden? Om je te helpen, wat inzicht te geven in waar je eventueel aan wil werken. Nu log ik in. Dan krijg ik iets voor me. Een scherm. Ja. Dan moet ik iets in gaan vullen. Ja. Krijg ik dan filmpjes te zien? Krijg ik dan teksten te zien? Krijg ik dan een professional eventueel te horen of te zien? Ja. Want er kunnen ook mensen zijn die minder dan lichte klachten hebben en die zich tot zoiets wenden. Natuurlijk. Jij bent van de telefoonhulplijn, die geloof ik nu anders heet, maar... Luisterlijn. Ja. Dat. Zeker. Kijk, wat we vorige week gelanceerd hebben, wat ik straks al zei, als professionals werken we hier al een tijdje mee. Dat betekent dat we in de ondersteuning van de behandeling dit ook kunnen doen. Wat we nu gratis, anoniem, je kunt er zelf zonder of met naam, mag je zelf weten, kun je jezelf daarop aanmaken of voor jezelf een account aanmaken. En dan krijg je en film en tekst en dat je zelf ook prettig vindt. Er zijn ook beelden van ervaringsdeskundigen die de minuut bijvoorbeeld als doorlopen hebben. Die vertellen wat het voor hen heeft gedaan. Om het inderdaad laagdrempelig te maken en voor iedereen ook goed toepasbaar. De ene is makkelijker met film, de ander is wat makkelijker met tekst. Maar het is wel de bedoeling dat wat we gratis en anoniem aanbieden, dat je dat echt zelf kunt. Dat je daar geen professional voor nodig hebt. Lukt het je toch niet zelf, want we kunnen echt niet alles voorkomen. Lukt het je niet zelf, dan is er op hetzelfde platform ruimte om ook met je huisarts of met je psycholoog op hetzelfde platform om door te kunnen werken. En hoe gaat het dan op hetzelfde platform? Want je zit, hoe kan jouw huisarts op hetzelfde platform jou dan antwoord geven? Ja, klopt. Okay. De huisarts moet dan officieel toestemming vragen aan jou om contact met je te leggen. En dan zegt hij ja of nee. Maar in het geval dat je ja zegt, dan heeft de huisarts een chat of een mogelijkheid met je. Kan die aanvullende cursussen online aangeven. Het hoeft niet alleen formele zorg te zijn. Want ook het informele netwerk. Je kunt ook met naasten kunnen betrekken. Zegt ik wil graag dat mijn buurvrouw meekijkt. Of mijn buddy of wie dan ook. Die kan ook met je meekijken. Niet helemaal naar de inhoud van alle modules die je zelf gemaakt hebt. Maar wel als een soort chatfunctie. En dat die weet waar je ongeveer mee bezig bent. Hebben jullie enig idee over hoeveel mensen het zou kunnen gaan. Die potentieel dit soort hulp zoeken. Of die daarvoor in aanmerking zouden komen, het zouden moeten doen. Ja. 300.000 of toch iets minder? Nou, ik denk iets minder, ik hoop iets minder dan 300.000. Natuurlijk is het ook het streven om een gelukkige en gezonde samenleving hier in het Hart van Brabant te hebben en te houden. Niet iedereen heeft klachten van psychologische of psychiatrische aard. Gelukkig maar. We weten dat ongeveer 25% van de Nederlanders tot 40% ligt met jou welk onderzoek je leest, wel eens te maken heeft met klachten. En niet alles daarvan kun je zelf oplossen. Mm. Er zijn echt serieuze zaken waar je echt wel professionele hulp bij nodig hebt. Maar het deel wat het zelf kan, zit je tussen de... het zijn maar prognoses, want we weten het niet zeker. Want het is wel een voorstrevende regio hier, Hart van Brabant.
Maar we zitten ergens tussen de 2 en de 10% van de inwoners die hiermee echt een serieuze stap voor zichzelf kan maken. En nog steeds niet alles per se kan voorkomen. Nee, want ik neem aan dat het een eerste stap is. Als dit niet werkt voor de mensen, dat ze alsnog naar hun huisarts of naar psycholoog of wat dan ook. Het is belangrijk om te weten dat diegenen die het niet meer nodig hebben om naar zorg toe te gaan, die hebben hiermee kunnen helpen. Maar diegenen die wel degelijk zorg nodig hebben, die hebben op alle oude manieren, zoals het altijd al gold, gewoon natuurlijk toegang tot zorg. Hopelijk zelfs iets versterkt, omdat dit wat meer met je mee kan lopen door je reis. Misschien even aanvullend, hè, want jouw verhaal klopt, hè, dat kan ik beamen. Dat we ook merken uit onderzoek dat wanneer mensen echt e-health gebruiken, ze ook eerder overgaan tot het inroepen van professionele hulp. Dus voordat de klachten zo ernstig worden, dat ze echt, zeg maar echt zware uitval hebben. Daaraan kunnen we ook meten en zien dat het wel degelijk werkt. Dus het is zeker ook niet bedoeld als een soort bezuiniging, dat mensen daarmee geholpen zijn, dat ze niet naar de reguliere zorg hoeven. Nou, nee, dat vind ik niet. Ik vind het een toegevoegde waarde hebben, omdat ja, de samenleving er anders uitziet. Hè. Dat weten we allemaal, dan 40, 50 jaar geleden woonden je nog met elkaar in hetzelfde dorp allemaal. Met je ouders, met je familie, met ooms, tantes, neven, nichten. Die situatie is anders, de maatschappij is heel anders geworden. Maar wat je dus ziet, is dat mensen dus inderdaad gewoon eerder wanneer het nodig is echt aan een bel trekken. En we zitten natuurlijk in een stukje innovatie wat we nu doen. Hè? Dus iets heel nieuws. En wat misschien wel leuk is om te vermelden, is dat Goorle en Tilburg samen met de gemeente Venray de enige gemeente in heel Nederland zijn die dit op dit moment gaan aanbieden aan de inwoners. Ja, dus het is echt nog heel nieuw. Het is heel pril, het is heel nieuw, het is heel innoverend. We gaan hier voorlopig, hebben afgesproken, 3 jaar mee aan de slag. Met de opzet dat de andere Hart van Brabant gemeenten, de andere 7 gemeenten die zijn aangesloten in Hart van Brabant, daarna volgen. Maar het mooie van Tilburg is natuurlijk, het is een grote stad met een andere bevolking, andere cultuur, andere problematiek vaak. En Goorle is een kleiner gemeenschap waarin je heel dicht bij de inwoners kunt zitten. Makkelijk kunt manoeuvreren met wat er zich beweegt. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomst. Er roept bij mij toch nog één vraag op. Sinds gisteren zijn we te zien, ook via KPN, in heel veel steden heb ik begrepen. Dus woon je bijvoorbeeld in Breda, dan kun je geen gebruik maken van Evi. Weet Evi dat? ja, dat vroeg ik ook af. Hoe weten ze dat? Zeker als het in ieder geval landelijk gaat, dit is wat ingewikkeld. Natuurlijk kun je, omdat het gratis en anoniem is, kun je heel moeilijk een hek zetten om Goorlen. Want het is digitaal een hek zetten, is dus wat ingewikkelder dan. Dus als je. We hebben één drempeltje moeten opwerpen. Dat is namelijk dat je je postcode invoert van waar je woont. Dat onthoudt hij niet, maar dan weet je welk platform je komt. Dus als er mensen in Breda wonen die de postcode van Tilburg kunnen bedenken, die kunnen daar gebruik van maken. Het enige jammer is, dan hou je wel op bij zelfhulp. Want je huisarts, daarna krijg je geen ondersteuning meer. Nee, die zitten niet op datzelfde platform. Het is wel een regionaal platform. Dus eigenlijk zijn wij heel gezegend, als ik het goed begrijp. In Goorle, hè? Het is een, zeker dat je op deze manier zo'n innovatieve gemeente hebt. Dat is wel bijzonder te noemen. Oké. Ik heb geen vraag meer. Daar gaan we geen 3 jaar op wachten. Hoe dit in de praktijk gaat functioneren. Want daar zijn we natuurlijk toch heel erg nieuwsgierig. Zit er een evaluatiemoment in? Ja, nou zeker. Die zijn er zeer zeker. Wanneer precies weet ik niet. Maar wat ik me even aanvullen, is het leuk om te vermelden. We werken dus met ambassadeurs. En dan moet je denken, dat zijn professionals in de zorg, huisartsen, fysiotherapeuten, GGZ-medewerkers. Het zijn vrijwilligers, ervaringsdeskundigen. Ik heb me bijvoorbeeld opgegeven als ambassadeur. Het zijn huisartsen, noem maar op. Daar hebben we in maart, april een grote bijeenkomst mee. Om te kijken, van, nou, wat gaan we doen? Hoe gaan we het vormgeven? We gaan er veel aandacht aan besteden. Via Facebook, via de digitale technologie, maar ook in het Goorles Belang. Volgens mij is 10 oktober dit jaar de dag van de mentale gezondheid. Dus dan gaan we er extra aandacht aan besteden. We gaan bijvoorbeeld kijken of wat we in de Goorlse gids aandacht kunnen geven. Dat mensen het makkelijk kunnen vinden. Want we kunnen wel zeggen dat het laagdrempelig is. Maar we moeten ook laagdrempelig maken dat mensen het weten. Nou, dus zeker een follow-up. En wat we nu al zien, want dat zei je net tegen mij. Hè, het is 3 dagen geleden gelanceerd, Evi. En hoeveel ambassadeurs hebben we intussen? Ja, al meer dan 120. Ik heb het vandaag niet meer nagekeken, of vandaag een dagje vrij. Maar na 3 dagen, dat is veel. Gaat snel. Echt heel veel, ja. Er waren bij de lancering een man of
50, 60 denk ik erbij. Dus daarbuiten hebben al mensen het gevonden. Dat is wel goed nieuws. Nou, fantastisch. We horen er later dus meer over. Hartstikke bedankt dat jullie hier wilden zijn. Graag gedaan. Ja? Dan kunnen we naar ons volgende gast, Evert. Ja. Die zit al klaar. Ja. Daar hadden we al rekening mee gehouden. Hilde Gersjes en Kees van Beriemen. Want er is een probleem, begrijpen wij, rond pleegouders die afhaken omdat ze ontevreden zijn over het zorgsysteem, over de opvang. Pleegouders die te weinig ondersteund worden, die niet serieus genomen worden of zeggen dat dat het geval is. Negatieve ervaring met jeugdbeschermers, stoppen met het pleegouderschap. Dat lijkt mij heel erg. Dus dat is een groot probleem met al die moeite, energie. Daar praten we over met Hilde Gersjes, die is manager pleegzorg bij Sterkhuis. En Kees van Bohemen, die al jarenlang pleegkinderen opvangt, weet ik, uit persoonlijke contacten met hem. Misschien is het ook goed om met hem te beginnen. Herken jij jou in dat beeld van het is zwaar en we kunnen te weinig terugvallen op anderen? Misschien niet voor in je eigen persoonlijke situatie, maar dat je zegt van... het is toch wel herkenbaar als je erin stapt dat het misschien toch tegenvalt wat er allemaal op je afkomt. Ik vind zwaar zo'n zwaar begrip, zal ik maar zeggen. Wij hebben in de jaren dat wij zelf pleegouders zijn natuurlijk ook steeds meer contacten gekregen met mensen die hetzelfde werk doen. En er zijn altijd twee dingen waarover gesproken wordt. Dus van de ervaring met hoe het met elkaars kinderen gaat. En daar zijn natuurlijk wel hele stukken herkenning. Er zitten wel bepaalde rode draden in. Maar het tweede is toch dat er eigenlijk altijd wel een gesprek plaatsvindt over de hulpverleners die iedereen heeft en de ervaringen die daarmee zijn. En de mensen die wij dan spreken, dat zijn over het algemeen wel behoorlijke diehards, zal ik maar zeggen. Dat zijn mensen die onderhand wel tegen een stootje kunnen. Maar ik heb wel ervaren dat toen wij 11 jaar geleden in min of meer bij toeval in deze wereld stapten, dat je daar wel helemaal aan moet wennen. En dat er een hele, voor mij althans, totaal nieuwe dynamiek was van mensen en hoe de dingen geregeld zijn. Oh ja, dat krijg je er ook allemaal bij. Dus je krijgt de kinderen, je krijgt een biologische ouder of ouders. En je krijgt de hele bus met hulpverleners. En dat is eigenlijk waar je... Die drie dingen die samen, die maken eigenlijk of het, of het slaagt. Herkent u ook die klachten over te weinig ondersteuning? Wij hebben ook verschillende ervaringen. Maar we hebben het altijd wel weten op te lossen, zal ik maar zeggen. Te weinig ondersteuning, dat kun je ook weer heel concreet benoemen. We hebben een periode gehad dat we iemand hadden die gewoon ontzettend traag reageerde. Een mailtje gestuurd en dan 3 weken later, nou dan kreeg je wel een antwoord. Of 3 vragen in 1 mailtje, dat is ook lastig. We hebben problemen gehad met mensen die van gruwelijk ver weg zaten. En ook allerlei dingen beloofde en waar je dan voortdurend weer achteraan moest zitten. Maar dat was dan met name de jeugdzorgkant. Wij hebben in ons geval mensen van het Leger des Heils. Ja, en dat is wel een heel apart... hoe moet ik het zeggen? Er is een aparte cultuur. Ja, en die cultuur die is... Hierarchisch. Maar blijmoedig. Ja, op zich wel. Allemaal mensen met goede bedoelingen natuurlijk. Mensen met heel verschillende achtergronden, hoe ze opgeleid zijn. We hebben in een paar jaar tijd dat wij bij onze huidige pleegkinderen, hebben we op een gegeven moment in 9 maanden tijd 3 voogden versleten. En dan is het van, je gaat weer weg, je hebt een andere baan. En vervolgens duurt het even voordat duidelijk is wie je dan hebt. Dus we hebben wel veel voogden gehad, maar net zo goed voogdeloze periodes. En ja, dan probeer je het zo aan te pakken dat je de schade beperkt. En dat je zegt van nou, als we die voogd niet per se nodig hebben, dan laat maar. En dan lossen we zelf onderling een hoop op, ook met onze pleegzorgwerkster. En wij gaan dingen doen die eigenlijk dan bij die voogd thuis horen. Maar
Ik bedoel, je vindt daar telkens wel een modezin, maar het kost wel knap wat tijd om dan telkens weer de weg te vinden en de goede schakelingen te maken. Ja. Misschien mag ik aan mevrouw Gersjes vragen. Herkent u dat er veel pleegouders afhaken? Dat er pleegouders afhaken omdat ze ontevreden zijn, die herkennen wij. Ja. En dat is, als ik kijk naar de percentages die in het onderzoek worden gegeven, dan herkennen wij dat ook wel ongeveer. Ik heb daar ook regelmatig gesprekken over met pleegouders. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld een pleegouderraad. Daar komen we een keer of 5-6 per jaar mee samen. En daar bespreken we allerlei zaken, beleidszaken, maar zeker ook problemen in begeleiding met pleegzorgwerkers van ons en bijvoorbeeld voogden van andere organisaties. En ik heb heel recent nog contact gehad met andere pleegouders. Er zijn binnen Sterkhuis ook, ik weet niet of je dat kent, de pleegouders ontmoeten pleegouders, de POP. Ja, zeker. Mijn vrouw die doet dat ook al mee. Doet er mee. Nou ja, goed, daar heb ik heel recent mee aan tafel gezeten. Omdat ze onder andere naar aanleiding van dit onderzoek aangaven van, wij herkennen daar wel dingen in. En wij vinden het wel heel belangrijk dat dat besproken wordt. En dat we met elkaar kijken hoe we dingen in ieder geval beter kunnen maken. Ja, want het is wat u in de inleiding zei, het is natuurlijk heel erg zonde dat we heel veel investeren in het zoeken van pleegouders. Dat pleegouders daar ook, pleegouder hoor je niet zomaar, daar krijg je bij ons ook een opleiding. Is absoluut niet makkelijk. Nee. En mensen doen dat ook echt vanuit hun overtuiging dat ze dat graag willen doen, steken daar heel veel tijd in. En het is natuurlijk doodzonde als die dan omwille van, gebrek aan begeleiding of problemen in de begeleiding of anderszins vervolgens weer afhaken. Jullie als Sterkhuis hebben natuurlijk de taak om pleegouders te vinden. Ja. Er zijn noodsituaties, er moet een oplossing gevonden worden. Wordt dat moeilijker in de loop der jaren als je een decennium terugkijkt en nu? Ja. En wat is daar de oorzaak van? Ja. Ook gewoon een hele andere van. Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn. Wij hebben bestandspleegouders en netwerkpleegouders. En bestandspleegouders zijn pleegouders, dat zijn mensen die melden zich aan omdat ze graag pleegouder willen worden. Die krijgen bij ons een opleiding en vervolgens kijken wij van wat voor soort kind zou bij jullie passen, wat zouden jullie willen. En dan gaan we kinderen bij matchen, noemen we dat dan. Hè. Dan wordt er een kind aangemeld en dan kijken wij in welk gezin zou dat goed passen. Daarnaast hebben we netwerkgezinnen. En dat zijn gezinnen die vaak bij toeval pleegouder worden, omdat een kind in de familie of in het nabije netwerk opvang nodig heeft. En zo ontstaat dan het pleegouderschap. Wij zien dat het aantal netwerkpleegouders toeneemt. Dat vinden we ook wel belangrijk, want kinderen zijn uiteindelijk het beste af in hun eigen netwerk vaak, in de meeste gevallen. Maar we zien dat het aantal bestandspleegouders afneemt. En er wordt allerlei onderzoek naar gedaan ook. En daar is grote behoefte aan. Daar is zeker grote behoefte aan. Wij denken dat het er onder andere mee te maken heeft. Maar dat zie je in de hele maatschappij wel, die beweging. Dat mensen vaak wel bereid zijn om iets te doen. Maar minder geneigd zijn om zich langdurig ergens aan vast te leggen. En een pleegkind in huis nemen. Ja, dat is nogal een verantwoordelijkheid. Dus we zien dat mensen zich bijvoorbeeld wel aanmelden, maar dan zeggen wij willen beginnen met een deeltijdopvang. Het kan, mensen kunnen ook beginnen met weekendvakantieopvang, dus dat een kind een weekend of een aantal weekenden per maand of per jaar komt. Dus die verschuiving zien we. En we zien ook dat de problematiek van kinderen die in pleeggezinnen terechtkomt, ingewikkeld is en ook wel toeneemt. En daar is in de ook zin van een ingewikkelder hele dan vroeger? Of meer kinderen met problemen. En ik kan het heel moeilijk vergelijken met hoe het vroeger was. Maar wat ik hoor ook wel, ingewikkelder problematiek. De landelijke visie is ook dat er veel meer kinderen in gezinssituaties opgevangen moeten worden. Dus het aantal behandelplekken vermindert. Waardoor we meer kinderen hebben die aangewezen zijn op andersoortige opvang. Maar dan vraag je heel veel van pleegouders die dat met goede, vanuit heel hun hart doen, maar daar niet professioneel voor opgeleid zijn om met de problematiek van die kinderen om te gaan. Meneer Van Bremen zegt, van je krijgt er ook het systeem bij, dus je krijgt de ouders erbij die wensen hebben en vaak ook problemen hebben. Als het geen vrijwillige plaatsing is, krijg je een voogd erbij. Die het gezag heeft en daarmee heel veel zeggenschap over wat er met een kind gebeurt, wat bij jou in huis woont. Want in normale omstandigheden, Kees van Bohemen,
is een kind tijdelijk in een pleeggezin met de bedoeling toch weer terug te gaan naar, als het kan? Of is het eigenlijk een definitieve toewijzing waar je zeg maar, tot volwassenheid aan gebonden bent? Dat kan alle twee. Onze huidige pleegkinderen zijn op een middag bij ons gedropt. En dat was een vrijwillige uithuisplaatsing door de moeder zelf. Dus er lag nog geen OTS, geen ondertoezichtsteun, lag nog helemaal niks. En dan moet eigenlijk eerst worden uitgezocht, dat is dan een tijdelijke plaatsing. Hoe zit het in elkaar en is er kans dat die kinderen door verbeteringen waar ze vandaan komen, weer terug naar hun, in dit geval naar hun moeder zouden kunnen. En ja, dan heeft het allemaal de status van tijdelijk. Maar tijdelijk in ons geval was dat 2,5 jaar onderhand, die tijdelijke situatie. En dan wordt uitgezocht, hoe is het? Dus wij zijn als het ware crisis begonnen, kort verblijf doorgegaan en nu zijn we perspectiefbiedend. Dus dat kan als het ware in stappen gebeuren. Maar ja, bij onze tweede plaatsing is het zo geweest dat het eigenlijk een bestandsachtige plaatsing was. 3 kinderen. En na 9 maanden is de oudste bij ons weggegaan omdat er niet met de ploegen en te erger viel. En bij de 2 die bij ons bleven, dat werd op een gegeven moment ook eerst via een heel wetenschappelijk verantwoord onderzoek uitgezocht. Wat kunnen vader en moeder? En nou, dat ging met een heel met allerlei details, vragenlijsten. Nou, daar hebben we gruwelijk veel tijd aan besteed. De Leidse methode. Slot van het liedje was, nee, vader en moeder kunnen het niet. Maar iedereen wilde dat ze naar een gezin gingen van zeg maar pleegouders van ergens rond begin 40. Nou, wij waren toevallig al 65, dus dat gat was iets te groot. Dus vervolgens werden ze wel weer doorgeplaatst. En zo zijn er... Er is niet als het ware één mal. Er kunnen allerlei slingerwegen zijn waarop dat gebeurt. Maar het begint eigenlijk in 9 van de 10 gevallen wel ergens als tijdelijk. Want ja, de bedoeling is altijd een eeuwig van een OTS, van een ondertoezichtstelling. Alles wordt geprobeerd om de kinderen naar hun biologische en hun sociale omgeving te krijgen. Of daar ergens zo kort mogelijk in de buurt. Wat heb je nou als pleegouder zeker nodig als ondersteuning? Ja, die voogdijorganisatie, daar sta je vaak wat verder van af. En daar heb je eigenlijk niet zo gek veel invloed op. Maar wij hebben wel degelijk overwogen om te zeggen van... niet meer bij het leger des Heils, want het werkt gewoon niet. En ik denk dat als we ons echt keihard hadden gemaakt... dat we dat voor elkaar hadden gekregen. Dan moet je gewoon zeggen als ouder van tot hier en niet verder. Ja, maar dat duurt dan weer lang, want daar hebben ze ook wachtlijsten. Niks mee te maken. Wij moeten gewoon een andere jeugdzorgorganisatie. Andere dingen is dat het... Er moet matchen met je pleegzorgwerkers. Want daar heb je bij wijze van spreken iedere dag mee te maken. Ja, ja, dat weet je op die dag 1 niet. Dat moet groeien. En ja, die moet ook niet alleen met het hele regel- en verantwoordingsinformatie gebeuren van de organisatie... op je afkomen, maar die moet ook, vind ik, inschatten van met welke mensen heb ik te maken, welke capaciteit hebben ze en waar hoef ik niks te doen. Ik zal als pleegzorgwerkster heel blij zijn met mensen waarvan je het vertrouwen hebt dat die onderhand aardig door de wol geverfd zijn. Heb ik minder werk aan. Dan komt de pleegzorgwerkster bijvoorbeeld van Sterkhuis? Ja, in ons geval wel. Ja, dat is een beetje regionaal geregeld. Ja. Ja, en je moet zorgen dat je zelf goed in je schoenen staat. En in het begin ben je misschien af en toe nog wat zoekend. Ja, dat zou kunnen. Wij waren dat niet zo. Maar je moet op een gegeven moment ook zeggen van zo willen we het. En in dat rapport staat ook dat een aantal jeugdzorgorganisaties nogal voorschrijvend zijn. Nou, daar moeten ze bij ons dus niet mee komen. Nee, dat trappen we niet in. Je moet gewoon heel duidelijk op je strepen staan. Dat wordt toch een vrolijke noot. Ja. Nou, misschien om het af te ronden, kan Sterkhuis zelf nog iets doen om de situatie te verbeteren? Nou, kijk, wat wij in ieder geval al gedaan hebben, wat wij als de afgelopen jaren als belangrijk kritiekpunt kregen, was dat er een hele grote wisseling was van pleegzorgwerkers en soms ook te weinig pleegzorgwerkers. En daar is ook in een periode gewoon sprake van geweest, dat wij te maken hadden met een hoog ziekteverzuim. En ik heb een prachtige team van pleegzorgwerkers, maar het zijn allemaal vrouwen. En het zijn ook allemaal vrouwen die heel veel van kinderen houden. En dat betekent dat ze zelf ook veel kinderen krijgen. Dus als het gaat over continuïteit is dat voor ons best een uitdaging. Maar daar zijn we wel mee aan de slag om te kijken van hoe kunnen we gegeven die omstandigheden in ieder geval daar zo goed mogelijk voor zorgen.
Dat betekent dat we op dit moment gewoon voldoende mensen hebben die alle pleeggezinnen kunnen begeleiden en een veel lager ziekteverzuim. En daarnaast zijn we voortdurend bezig om te kijken wat wij kunnen doen om de samenwerking met de gecertificeerde instellingen, heet dat, maar dat is Jeugdbescherming Brabant en het Leger des Heils, te verbeteren. En vooral die samenwerking tussen pleegzorgwerkers en voogden te verbeteren. En het liefst dan in het driehoek met pleegouders. En om te kijken van wat kunnen we pleegouders nog meer aanbieden om beter toegerust te zijn op die taak. Okay. Boodschap lijkt mij duidelijk. Potentiële pleegouders, meld je aan. Ja, heel graag. Ja. Goede ondersteuning krijgen ze van het werkhuis. Ja. Bedankt, heel kerstjes. Ja. Een kleine toevoeging. 13 februari hebben we een informatieavond voor mensen die daar komen. Dat is wel interessant, zeker. Ja. Dankjewel voor uw komst. Ja. Maar eerst wil ik toch wel heel even stilstaan bij het overlijden van dichter, schrijver en regisseur Willem van der Vrande. En Gerard zei net eigenlijk al, het was eigenlijk wel onze stadsdichter. Hè? Zoveel gedichten kom je overal van hem tegen. Hij overleed afgelopen zaterdag op 79-jarige leeftijd. En Willem was dus op heel veel fronten van groot belang voor de cultuur in Goorlen. En ook bij de LOG was hij vaak actief. Dus we danken hem nog en we zullen hem missen. Dan de politiek, een paar kleine puntjes. De ontwikkelaars van landgoed Leivenne, tussen Riel en Goorlen, gaan in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad om de bestemmingsplanwijziging daarvoor niet goed te keuren. D66 vindt dat de gemeente goed, gelijk hoor ik hiernaast, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben, hè? Nee. D66 vindt dat de gemeente eerst met de omwonenden had moeten gaan praten over voorzetbesluitname voor een proef met een hondenlosloopgebied aan de Zandschelstraat. Een omgevingsdialoog heet dat, zoals ze ook van burgers gaan vragen die iets willen ondernemen. Dus ook de gemeente moet dat doen, vinden zij. En daarnaast wil D66 van het college weten of het waar is dat Goorlen op haar website gebruik maakt van zogeheten advertentietrekkers. Om gegevens van websitebezoekers door te geven aan bijvoorbeeld Facebook en Google. Dat bleek namelijk uit een onderzoek van de Volkskrant in samenwerking met Fontys Hogescholen. Nou, een heleboel vragen dus. De antwoorden daarop van het college moeten nog komen. Die hoort u later. Maar dan de Bakertand, want daarvoor zit onze studio hier vanavond dus vol met raadsleden. 7 van de 8 partijen zijn zelfs vertegenwoordigd. Ik stel ze dadelijk even allemaal aan u voor. Ik zal eerst even nog een korte inleiding geven. Al die keer vergaderde de gemeenteraad over het nieuwe woningbouwplan de Bakertand. Over 2 weken moet over het koersdocument besloten worden en nog lijkt de gemeenteraad er niet helemaal uit te zijn. Er zijn nog veel vragen en bedenkingen. En daarom is het fijn dat er hier vanavond zoveel mensen zijn. Maar eerst even nog een samenvatting over wat tot nu toe gebeurd is. Zowel Goorlen als Tilburg waren blij toen op 1 januari 2018 er een grenscorrectie plaatsvond en de Bakertand weer bij Goorlen kwam. Tilburg, omdat ze denkt op deze plek met de bouw van in eerste instantie 350 woningen voldoende winst te maken om het verlies van 8,5 miljoen euro dat ze maakte om gronden aan te kopen voor een industrieterrein dat daar niet doorging, te compenseren. En Goorlen, omdat er in Goorlen zomaar 350 woningen bij komen die niet op het woningcontingent van Goorlen drukken, maar op dat van Tilburg. En het woningcontingent is het aantal woningen dat een gemeente in een bepaalde tijd mag bouwen. Bovendien hoopt Goorlen dat er meer dan 8,5 miljoen winst wordt gemaakt, want dan worden ook de kosten die Goorlen al in de Bakertand maakte, 400.000 euro terugverdiend. Daarnaast krijgt Goorlen 100 woningen uit het contingent van Tilburg, waardoor de Zuidrand gebouwd kan worden. Iedereen blij, zou je denken. Maar die 350 woningen werden er al gauw 420. Die ontwikkelaar Bakertand BV, Tilburg zelf is dat, blijkbaar nodig had om de exploitatie rond te krijgen. Maar toen bleek eind vorig jaar ook nog dat de verplaatsing van Prima Gas BV aan de Apkoversweg nodig om in het hele gebied te kunnen bouwen veel meer zou gaan kosten dan aanvankelijk werd gedacht. Goorlen kreeg van Bakertand BV de keus uit optie 1, 85 woningen extra, of optie 2, 185 woningen meer. Met de opbrengst van een van de opties kan de verhuizing betaald worden. Met die 185 huizen meer kwam Bakertand BV tegemoet aan een gedeelte van de raad die vindt dat er veel meer goedkope woningen gebouwd moeten worden in het gebied, zoals ook al in de woonvisie staat. Maar blijft de wijk dan nog groen en dorps, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, of is dat niet belangrijk meer? Het college gaf aan te kiezen voor optie 1, maar maakt er geen halszaak van als de raad kiest voor optie 2.
En waar gaat de raad nou van kiezen? Vind je het een goed idee, Gerard, als we aan iedereen eerst maar eens even gaan vragen waar ze straks voor gaan kiezen? Bij de hand opsteken. Ja, nou, zal ik beginnen bij Stijn van de Brekel, van de SP. Nou, onze kant lijkt meer op te gaan naar optie 2, meer betaalbare woningen. En we denken dat dat ook mogelijk is met groen. Ook met groen. Ja. Goed, houden we het even kort. Janneke van der Hout van D66. Ja, wij zijn meer voornemens om voor optie 1 te gaan. We willen dat dorp zijn groene karakter wel behouden zien. En wij denken dat er in het aanbod voldoende gerealiseerd gaat worden voor de vraag die er is op dit moment. Hè, want we hebben nog een aantal jaren te gaan om de totale vraag ook in te kunnen vullen. En wij voorzien problematiek bijvoorbeeld met uitrijden uit de wijk bijvoorbeeld als er nog... zeg maar zomaar 185 woningen bij gaan komen. Dus daar zijn wel problemen. Ja. Dan Hendrik de Jongheren van het BAG. Ik denk dat het dat wij gaan voor optie 3. Oh. Niet 1, niet 2, maar ergens tussenin. Die hebben we nog niet genoemd. Wat is 3? 3 is een optie er ergens tussenin. Want tot nu toe zijn het allemaal voorstellen van de bakkertand. Die in feite een blinde rik is om naar ons toestuurt. Van het moet dit zijn of het moet dat zijn. Op basis van in feite een inschatting die weer een inschatting is van de kosten van de verplaatsing van Prima House. En wij denken dat als ze nog een keer goed rekenen, dat er ook nog wel een tussenvorm gevonden kan worden. Die en het groene karakter overeind houdt, iets meer woningen oplevert, maar ook toestaat dat er voldoende sociale woningen komen in die wijk. En dat is in feite de optie waar wij voor gaan. Dus bijvoorbeeld geen 45 en geen 185, maar 100. Ergens tussenin. En dan ook met voldoen aan de woonvisie, zeg maar, zoals we die met z'n allen hebben vastgesteld. Oké. Arno de Laat, ja. Dankjewel. Van de mensenpartijen. Wij kiezen voor optie 2. Dat er dan eindelijk aan onze wens voldaan wordt. Dat er meer sociale en betaalbare huurwoningen en koopwoningen komen. Eindelijk die ellenlange wachtlijst is. Mensen staan 12 jaar ingeschreven voor dat ze aanmerken komen voor sociale huurwoning. Dat onderhand is een beetje weggewerkt kan worden. En dat is in dit geval een uitstekende keuze om dan voor die 185, waarvan dan minstens een groot deel betaalbaar en sociaal moet zijn. Oké. Erik Schelkes van Lijst Rilvoerle. Ja, van Lijst Rilvoerle is veel woningen geen doel op zich, maar wel dat we aansluiten bij de woonvisie. Vinden wij belangrijk. En dat er dus ook goedkope, betaalbare woningen en ook sociale huurwoningen komen. Dus wij zitten eigenlijk ook meer aan een tussenoplossing te denken, waar we wel veel meer aansluiten bij de woonvisie. Dus eigenlijk wilde ik het daar straks zeggen, kunnen jullie elkaar vinden. Dus eigenlijk ook een optie 3, dan als ik het ja. Inderdaad, ja. Kozen jullie nog duidelijk voor optie 2, had ik het idee. Nou, de laatste vergadering. Ja, dat klopt. Maar ik zeg, het aantal is niet het doel op zich. Maar wel dat we aansluiten bij de woonvisie. Dat vinden wij het belangrijkste. En als dat met minder woningen en dan dat we toch goedkope woningen en sociale huurwoningen krijgen. Dat is voor ons eigenlijk het doel. Okay. Niet dat er veel woningen komen. Nee, nee. Dat er extra veel maar woningen meer komen. Dan die 45 in ieder geval. Ja, we denken wel van als je meer goedkopere woningen wilt, dan zal het ook betaald moeten worden. Dus dan zijn er misschien meer woningen nodig. Okay. En daar zouden wij dan wel voor zijn. Trix Wissers, VVD. Wij kiezen in principe voor optie 1, maar voor een derde optie zullen wij ook wel openstaan. Overigens ook voor 2, maar we moeten wel voldoen aan de woonvisie zoals we die hebben vastgesteld. En bij ons is ook wel het groene karakter belangrijk, maar er moeten wel voldoende woningen voor iedereen komen. Maar voor ons zijn de mogelijkheden eigenlijk nog open. Maar de voorkeur gaat nu uit naar optie 1. Maar dat is niet voldoende aan de woonvisie dan? Dat is niet helemaal voldoende aan de woonvisie. Daarom zei ik ook, we staan voor alle opties eigenlijk nog open. Oké. Okay. Dan Maxime Vomp van het CDA. Jullie waren ook nog niet zo duidelijk de laatste oordeelsvormende vergadering. Nee, dat klopt. Volgens mij hadden we wel aangegeven dat er ruimte is voor optie 3 of voorstel 3. En dat is wat ons betreft nog steeds zo. Het jammer van voorstel 1 is dat er niet wordt aangesloten bij de woonvisie. Bij voorstel 2 deels, want er zitten toch ook allemaal nog wel wat nuanceringen bij als je het goed leest. En voor het CDA is het heel belangrijk dat als er extra woningen komen, wat aanvankelijk natuurlijk niet de afspraak was, dat er dan in ieder geval volgens zo'n visie gebouwd gaat worden. Oké.
Heb je geturfd, Gerard? Ja, er is nergens een meerderheid voor. Maar bijna iedereen gaat zich vinden in optie 3. Ja, ik zie allemaal een knik. Kijk, we kunnen er allemaal heel lang rondomheen gaan zwerven. Maar volgens mij is dat het enige wat een begaanbare weg is. Want als we zeggen het moet of 1 of 2 zijn. Ik plaats mij nu even als voorzitter, maar dat ben ik helemaal niet. Dan komen jullie er niet uit. En toch moet er een besluit vallen. Want er is een termijn waarbinnen je allemaal moet reageren en alternatieven op tafel moet leggen. Dus ik zou zeggen 95 woningen, allemaal sociale woningbouw en groen. Dat en dan kunnen wij de uitzending starten. Nou, niet allemaal sociale woningbouw, denk ik. Dan voldoen we nog niet aan de woningen. Maar dat zou dan meteen mijn vraag zijn. Jullie zeggen allemaal het moet voldoen aan de woonvisie. Dat betekent een groter aantal om daar ruimte voor te maken. Maar en vooral hoe moet ik me dan die invulling denken in afwijking van wat nu het voorstel is? Want dan moet je... onderbouwde afwijking gaan presenteren. Nou, wij willen toch wel een uitzondering op maken. We hebben een woonvisie vastgesteld. Maar dat was natuurlijk vanaf het moment van vaststellen van woonvisie en de realisatie daarvan met bouwprojecten. Dit bouwproject is nog natuurlijk niet helemaal afgestemd. Maar was natuurlijk al onderweg. En er liggen ook daaraan voorafgaand al afspraken. Gewoon tussen gemeente Tilburg en gemeente Goorlen. Op basis waarvan deze uitruil heeft plaatsgevonden. Dus om zomaar te zeggen dat je en het een wil en het ander en de woonvisie wil reageren, zijn wij een beetje bang van het rupsje nooit genoeg gedachten. En dat we als we alles willen, dat we uiteindelijk de deksel op onze neus krijgen en helemaal niks krijgen. Dus we moeten kijken wat vooral belangrijk is. En dat is dat prima gas verdwijnt, hè, want dan krijgen we daar mogelijkheden. En dan moeten we vasthouden aan een dorps- en groen karakter. Nou, dat is duidelijk de kern van het probleem, zeg maar. Dat bij de oorspronkelijke uitgangspunten stond 350 woningen. 350. Op dit moment, zelfs met de meest enge vorm, zit je al op anderhalve keer zoveel. Dat betekent het feit dat van het aanvankelijke beeld van 350, anderhalve keer zoveel, dan blijft al dat hele concept van huizen die allemaal los in het landschap staan, zeg maar, daar blijft niks van over. Nou, op dat moment, denk ik, moet je als gemeente ook kiezen van wat is dan de meest optimale invulling die je vervolgens kunt nageven, waarbij je ook tegemoet komt aan de behoefte die er is. En dan kom je dus, wat mij, wat ons betreft, en ik hoorde dat er meer voor die versie zijn, op een soort optie 3, waarbij je zegt van oké, als wij de juiste verdeling van de woningen kunnen maken, voldoende sociale woningbouw erin kunnen krijgen en iets meer ruimte daarvoor creëren. En als je vandaag staat ook de stukken erbij met een aantal foto's van hoe er dat komt uit te zien. Dat ziet er echt niet groen uit. Dat ziet er best groen uit. Als je dat op een nette manier invult, zeg maar. Dan zetten er 4 of 5 foto's bij van andere plaatsen waar dat gebeurt. Dan kun je dan echt tot een prima wijk komen die er uitstekend uitziet. En naar mijn idee aan alle criteria voor een wijk in Goorlen voldoet. En in die zin denk ik van ja. Maar dat wil dus wel zeggen dat Bakertand BV terug moet naar de tekentafel. Die moet opnieuw even aan het werk. Maar ik denk op het moment dat er nu duidelijk wordt aangegeven, dit is ongeveer wat we willen, dan komen ze best wel met een voorstel wat op aansluit. Daar ben ik van overtuigd. Want op dit moment heeft zowel de gemeente als de gemeente Tilburg, die zitten allemaal met een closed deck van wat we nog eventueel extra kunnen verdienen. Maar je moet ook iets bouwen voor de toekomst. Mm-hmm. En dat betekent dat VVD zelf als gemeente aan moet aangeven, dit is wat we willen hebben. Nou, ga maar tekenen. Ik denk als we daar met elkaar in vinden als partijen in de raad, dat we best een goed voorstel terugkrijgen, daar ben ik van overtuigd. En dat is het pacht dus, hè? Voor onze luisteraars. Ja. Maar zie ik niet een gat tussen Tilburg, waar ik zie dat zij de prijzen die ze bij een bepaalde categorie horen naar boven oprekken en de raad hier in Goorlen die voor diezelfde categorie een lagere prijs in zijn hoofd heeft. En dat heeft consequenties voor het financiële plaatje dat voor de gemeente Tilburg volgens mij belangrijker is dan wat er precies in de wijk gebeurt. Want die komt ook bij Goorlen. Zit daar toch niet een knelpunt in dat je weliswaar dat uit kunt spreken van groen en meer duurzaam en meer sociaal, maar dat dan de tekentafel toch net iets anders laat zien dan je nu in je hoofd hebt. Nou ja, misschien wel. Aan de andere kant is er ook afgesproken dat de ontwikkeling van rekening en risico komt
in de huidige staat is dat dan Bakerland BV. Toen heette dat nog de ontwikkelaar bij de samenwerkingsovereenkomst die werd afgesproken. Ja, dan moet je daar als ontwikkelaar bij het startpunt goed over nadenken en goed over doorrekenen. En de kanttekening die ik ook graag wil maken is, nu wordt er alleen gesproken over luxe woningen. Als je toch de samenwerkingsovereenkomsten nog eens bijpakt, en ik heb het hier ook even opgeschreven, dan staat er naast koop ook sociale woningbouw, zowel koop als huur, als gewone huur. Hè? Dus huursector, om het maar even zo te zeggen, dat vertaal ik dan naar bijvoorbeeld... En die zaten er ook wel in, maar een heel klein percentage. Ja, ja, maar goed. Ja, het oorspronkelijke plan was slechts 10% goedkoop en sociaal. En dat vonden wij veel te weinig. Ja, maar in diezelfde stukken van, ik noem het maar even Bakertand BV, zie ik ook staan dat er met Lijsteromen overleg is geweest en dat dit dan blijkbaar de uitkomst is van het overleg met Lijsteromen. Dus nou ja, dat vond ik niet duidelijk. Er zitten natuurlijk bepaalde prestatieafspraken die met Lijsteromen gemaakt zijn en die kunnen dan die aantallen gewoon niet bouwen. Mm. Dus als we meer zouden willen bouwen, wie gaat daar dan de kosten voor neerleggen? En we kunnen wel goedkopere woningen willen maken, maar we hebben door een expert laten berekenen dat een goedkope woning toch al gauw 230, 240 kost en niet 180 of 2 ton. Dus hoe gaan we dat oplossen? Ja, dat is nog wel iets wat ik aan wilde snijden. Want in de overeenkomst staat ook, er zijn drie categorieën, van 185 tot 275, van 275 tot 430 en boven 430. Dat het gemiddelde van zo'n categorie ook echt het gemiddelde moest zijn. Nog niet allemaal tegen de bovengrens. Nu heeft Bakertand BV laten weten dat ze dat niet kunnen volhouden. Dat die prijzen niet meer het gemiddelde worden, maar hoger moeten zijn. Hoe staan jullie daar tegenover? Dat klopt. Wij hebben als raad een amendement ingediend van dat we van de gemiddelde prijs, omdat die categorieën zo heel breed zijn, dat we van de gemiddelde prijs zijn moeten gaan. En Bakertand BV heeft gezegd, ja, dat kunnen we niet halen. Dat is aan de marktprijzen, daar kunnen we niet aan voldoen. Ik denk toch dat wij, ja, we willen wel wat opschuiven, dus dat wat hoger als het gemiddelde. Maar als we als raad niks gaan zeggen, dan zijn wij bang dat ze tegen de bovengrens van die categorie aan gaan zitten. En dan zijn het wat ons betreft ook geen betaalbare woningen meer. Dus wij willen wel een stukje opschuiven. Wij willen wel richting aangeven. Maar we zijn bang als we dat niet doen, dat ze dan tegen de bovengrens aan gaan zitten en dat dan de woningen te duur worden. Ons voorstel is wat dat betreft om in feite de basiscategorieën te herprijzen, zeg maar, naar de bouwprijzen van tegenwoordig. Dus dat betekent dat die categorieën allemaal opschuiven. Dus het wordt bijvoorbeeld van niet 185, maar van 2 ton tot 290 of zo. En dan bijvoorbeeld de volgende categorie van 2 ton tot weer zoveel meer. En dan nog steeds met uitgangspunt, als je in die categorie bouwt, moet het totale bouwvolume gemiddeld die prijs van die categorie zijn. Mm-hmm. Maar je schuift in feite de complete, want de bouwkosten zijn gestegen en het kind kan de was doen. Dat betekent in feite dat je daar rekening mee moet houden. Maar pas dan dat hele systeem aan, zeg maar, en hou vast aan wat we met elkaar ook hebben afgesproken, boven het gemiddelde van die categorieën. Kan de VVD zich daar bijvoorbeeld in vinden? Oh. Ja, daar kunnen wij ons wel in vinden, want anders kunnen we ook geen kant meer op als we niet een beetje water bij de wei doen allemaal. We moeten er wel op letten, denk ik, dat we duurzame en wel goed kwalitatieve huizen blijven bouwen. En niet gaan bouwen omdat het goedkoop moet, waardoor we ons straks in de vingers snijden. Dat is wel een belangrijk criterium daarbij. Hoe denken jullie deze voorwaarden te kunnen bemaken? Ik denk dat de looptijd is vrij lang. En ja. Nu is er al discussie, terwijl er nog geen huis staat, wat kost het eigenlijk? Ja. Er gaat straks een projectontwikkelaar komen die gaat bouwen. Nu hebben we het alleen in feite over de grondprijs. Nou ja, ik hoop dat er een soort indexering kan voorzien worden voor de toekomst. Hè, wat Hendrik ook zegt. Dat we dat nu al incalculeren. Wat we denken dat het over zoveel jaar zal kosten. Want anders, dat zal ergens een oplossing moeten zijn hiervoor. Maar het wil in deze zeggen dat ook de raad het dus eens moet worden over zo'n voorstel. Ja, de Bakertand. Ja, ja. Zou de SP zich daarin kunnen vinden, Stijn? Nee, ik heb daar niet echt op gekeken naar. Maar goed, wij vinden dat er gebouwd moet worden, want we wachten altijd weer te lang. En het liefst betaalbaar. Dat ik denk iedereen met mensen omgeving kent die op zoek zijn naar een woning, maar die niet kunnen betalen. Mm-hmm. En daar moet echt voor gebouwd worden. Een ander punt, het werd net ook al even aan gesneden. De verkeersafwisseling. Hè? In plaats van 420 worden het dus misschien wel 520. Voorzien jullie daar problemen? Ja, jij zei het al even een beetje en Janneke ook. Hoe kijkt Lijsteren Goorlen daar tegenaan?
Nou, kijk, zo, het plan wordt natuurlijk gemaakt dat het, zodat het voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Maar we hebben nu al problemen, daar ook de ontsluiting van de wijk ernaast. Dus daar moet in ieder geval goed naar gekeken worden. En daarom vonden wij ineens die stap van 45 woningen meer naar 185 woningen meer best wel een grote stap. Dus als wat ons betreft kan het wel wat minder woningen. En dan zou dat ook zou het effecten kunnen voor het verkeer. Dat, wat opzicht zou het dan kunnen. Waar je rekening mee moet houden is dat Goorlen sowieso een mobiliteitsplan heeft wat op geen enkele wijze meer aan de huidige criteria voldoet. Dat moet echt fundamenteel op de schop. En dat betekent in feite dat wij met de vorming van deze twee, dus de Zuidrand plus de Bakkertand, zeg maar, in feite gedwongen wordt om op dat vlak met een compleet nieuw mobiliteitsplan te komen. En ik denk dat dat ook een voorwaarde zou zijn om de afwikkeling van dit soort zaken op een juiste manier te laten verlopen. En om dan het woningvolume daaraan van tevoren zeggen, ja, dat kan niet, want dat kan niet afgewikkeld worden. Dan denk ik van, eerst even kijken. En dan tegen die tijd moet ook het mobiliteitsplan, dat heeft wethouder Pons al aangekondigd dat hij dat zou aankaarten, dat verhaal. Als die nu in combinatie worden bekeken, dan denk ik dat we best wel een eind kunnen komen. Merci. Nou ja, wat ik daarop aan wil vullen, ik denk het ook. Ik bedoel, je mag hopen dat in de toekomst er anders wordt nagedacht over mobiliteit. En dat je veel meer gaat nadenken over, kun je auto's delen? Nou ja, dat fietsen veel meer gepromoot wordt. Dus dan, dat moet niet daar moet het niet van afhangen in hoeveel woningen je gaat denken. Ja, er groeit een zekere consensus, heb ik het gevoel. Maar dat wil ik toch maar weer een beetje vervelend maken. Als jullie zeggen, bij 45 woningen is er eigenlijk geen extra infrastructuur nodig. Bij 185 moet er iets gedaan worden. En daartussenin ligt het omslagpunt. Kan iemand nu al zeggen waar dat ligt? Nee, maar ik denk dat het omslagpunt niet ligt bij de verkeersafwikkeling. Dat ligt niet bij de verkeersafwikkeling. Dat ligt echt bij de financiering van het hele plan. Daar ligt het omslagpunt. Kunnen wij een modus vinden dat en Bakkertand BV eruit kan komen met voldoende sociale woningbouw en met voldoende huizen, zeg maar. Ik denk dat de hele mobiliteit een tweede issue is, wat best opgelost wordt op het moment dat er goed over nagedacht wordt. Ja, want dat is wel een probleem, hè, wat je nu aansnijdt. Want zij zeiden ook, ze hebben echt zoveel meer woningen nodig als ze genoeg geld willen verdienen om prima gas uit te kopen. Hè? Met minder woningen zouden ze het niet redden waarschijnlijk. Als ze genoeg geld willen verdienen, inderdaad. En dan is de vraag, wat is genoeg? En als je dat kennelijk niet goed hebt berekend, mag je daarin ook deels je eigen verantwoordelijkheid nemen om daarin tegemoet te komen als het gaat om een oplossing. Dan kun je niet alleen... Dan wil je zeggen, dan moeten ze maar iets minder winst nemen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Zo simpel zal het gewoon zijn. Alleen, maar dan gaat het ook gewoon geld kosten, hè? Nou ja, maar wij krijgen zo weinig. Als je gaat lezen wat eventueel onze kant op komt, dan denk ik, nou ja... Dat was onze insteek helemaal in het begin. Dat wij gewoon als gelijkwaardig partner met Tilburg op zouden trekken. Mm-hmm. Ik heb toen wel echt nat vingerwerk. Maar ik ging toch richting de 10 miljoen, werd er daar te verdienen valt. En volgens mij heeft Bakkertand BV een bedrag in de hoofd zitten. Nou, was prima gas. Minimaal 8,5 miljoen natuurlijk. Ja, prima gas wordt nou duurder. En dan zeg ik tegen Goorlen, ja, jullie moeten meer huizen gaan bouwen. Alleen zeggen we daar niet bij, anders halen wij die 8,5 miljoen niet. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een achterliggende gedachte-trix. Ja, prima gas staan natuurlijk ook best wel sterk. Want als ze niet weggaan, dan gaat het hele plan niet door. En dan moeten we ook van vooraf aan beginnen. En hoe gaan we het dan realiseren? Dus ze staan natuurlijk ook best wel sterk, naar mijn mening. Nou, misschien valt dat nog wel mee. Alleen dan gaat het een aantal deelgebieden niet ontwikkeld worden. Hè. Deelgebied A kan sowieso wel ontwikkeld worden als prima gas niet weggaat. Heb je ook al dat extra geld niet nodig. En wat kun je dan realiseren in plangebied A? Ja, dat is inderdaad zo, Janneke. Maar willen wij prima gas eigenlijk wel of niet weg? Ja, ik denk dat wij in Goorlen uiteindelijk prima gas weg willen hebben. Ja, maar dat bedoel ik. Dus dan moet je misschien ook wat water bij de wijn. En dat vraagt misschien investering. Ik wilde nog één laatste puntje, want we zijn bijna aan de tijd. Ik zag vragen van de VVD over een huisvestingsverordening. Sommige gemeenten hebben die al. Dan kun je afwijken van, zoals nu gebruikelijk en wettelijk is in de regio, dat de hele regio mee mag doen aan de verdeling van huizen in een gemeente. Dan kun je zelf een verordening opstellen en zeggen, nou, mijn inwoners hebben voorrang, of zoveel procent van mijn inwoners hebben voorrang.
Hoe staan jullie daar tegenover als scholen dat in zou voeren? De vragen zijn van de VVD al gesteld aan de raad. Dus ik wil graag even weten, want Bach van D66 bijvoorbeeld. Kijk, het feit dat iedereen op vrijkomende woningen kan inschrijven, zeg maar. En dat de lijststroom gedwongen is om 95% beneden de grens ook feitelijk aan huizen te verstrekken in de laagste categorie, zeg maar, betekent het feit dat je constant meewerkt aan het ophopen van problematiek. Dus overal waar je sociale woningbouw hebt, ben je problematiek aan het ophopen. Dus ik denk dat gaandeweg het inzicht begint te komen dat dat niet de slimste manier is om aan huisvestingsbeleid te doen. Ja, maar dat is zowel regionaal als lokaal. Wat ik nou graag wil weten, zouden jullie lokaal zo'n speciale verordening willen dat Goorlen zelf eisen kan? Of, het voordeel als je dat zelf gaat doen, is dat je daar iets meer sturing in die processen kan geven, zeg maar. Dat is een voordeel. Dus u bent voor? Ik zou ervoor zijn om meer grip te krijgen inderdaad op wat je in Goorlen aan plaatsingen kan doen. Okay. Want zeker ook omdat het aansluit bij je eigen sociaal beleid. En ik denk dat dat van belang is om die zaken ook gecombineerd te kunnen aanpakken. Nou, we moeten bijna afronden. Is er nog iemand die daar echt iets heel dringends over wil zeggen? Nou ja. Wij zijn helemaal voor beleid dat we eigen voorrang kunnen geven. Wij zien dat de gemeente meer de randen opzoekt van wat mogelijk is. In plaats van zich heel netjes te houden daar. Okay. En het is landelijk ook een eis dat er meer gebouwd wordt. Dus waarom zou het niet doen? Nou, het lijkt me hoopvol voor de mensen in Goorlen. Dus wie weet wat er nog gaat veranderen. We moeten afronden, Gerard. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor de bereidwilligheid. Naast alle drukke agendas die jullie al hebben om hier toch vanavond weer te zijn. Ik denk dat er heel veel duidelijk is geworden. We wachten de vergadering af over 2 weken. Dankjewel. Ja, en u keek of luisterde het afgelopen uur weer naar Goorlse Kringen. Met als gasten vandaag, ik doe het heel snel, Mario Immink en Rudolf Keizer heet hij. Hilde Gersjes en Kees van Bohemen. En 7 raadsleden, ik ga ze nou niet meer opnoemen. We hebben ze allemaal gehad, hè. Volgende week zijn hier te gast Arend Meijer van D66 en Marcel de Rijker van het CDA. Die gaan met elkaar in debat over de voorgenomen legalisering van drugs. En daarna Harry van de Ven, die leidt ons rond in de wonderenwereld van de laadpalen. Mensen die ervaring hebben met de aanschaf en plaatsing daarvan en hun ervaringen willen delen, worden verzocht zich te melden bij Harry. Speciaal verzoek via HAGM. Van de Ven. H-A-G-M van de Ven. @zigo.nl. Ik dank onze eindredacteur. En die zit daar weer. Wil van der Kruis. En onze technici Ludwig en Wilfried. En Gerard natuurlijk. En dit was het weer voor vanavond. Dankjewel.